mensen. Zei je doe, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens honger stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen. Cheer, freedom fight. Onafhankelijk zijn. Freedom fights. Vrijwillig geïnformeerd. Freedom fights. Vrijdenken. Zo, lieve luisteraars. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. We gaan beginnen. Ik ben Rumi Knappel met Mafia Molignani in de studio. En vandaag hebben we de heer Risti van de PVP in de studio. En we gaan vandaag met hem babbelen, want u weet, vandaag dit jaar gaan we stemmen. Dus waarom zouden we moeten stemmen op de PVP? Hoe onderscheidt de PVP zich? Wat gaat de PVP doen? Dat zijn dus om en bij de vragen die we gaan stellen aan de heer Risti. Nou, dan gaan we beginnen. Meneer Risti, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Alles goed met u? Ja, uitstekend. Ja, oké. Okay. Meneer Risti, u bent de ondervoorzitter. Helemaal. Van de PVP. En waarvoor staat de PVP? De afkorting houdt in progressief verheffende partij. Progressief verheffende partij. Oké, okay. Meneer Risti, u weet, dit programma is voor een belangrijk deel gericht op integriteit. Toch? De focus is daarop gericht. Dus ik ga alvast beginnen met de eerste vraag gelijk. De PVP is nog officieel nog niet actief in de regering of in de overheid of in het parlement. Dus wij willen dus als burgers weten waarom wij zouden moeten stemmen op de PVP, toch? Persoonlijk vind ik wel, lieve luisteraars, heel even snel, dat wij Surinamers veel te lang hebben vastgeklampt aan de oude bestaande partijen. We weten al wat we krijgen. Ik vind persoonlijk wel dat de nieuwe partijen de kans moeten geven. Mm-hmm. Maar de nieuwe partijen moeten zich natuurlijk vooral in deze voorfase flink bewijzen, toch? Absoluut. Al is het alleen met antwoorden, dus tenminste met praten nu, maar goed, daarmee begint het. Mm-hmm. Oké, meneer Ries, die eerste vraag. Hoe zouden wij de integriteit van de politici, dus in dit geval van u, meneer Bikari, van de PVP, van tevoren kunnen meten, zodat we bewust op u kunnen stemmen? Waarom zegt u bent integer en waarom is de heer Bikari integer? Of laat het over u hebben vandaag dan. Ja. Nou, het is belangrijk om na te gaan wat de intenties zijn van de mens. Hè? Wat beoogt hij in feite? Hoe gedraagt hij zich en wat doet hij? Mm-hmm. En wat wil hij allemaal mee bereiken? Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En wat zijn de intenties dan? Hoe kunnen we die ervaren nu? Ja. Wat mij betreft. Nou kijk, ik moet zeggen dat ik opgebracht ben op een religieuze wijze. Mm-hmm. Waarbij mij geleerd is dat ik altijd met de juiste bedoelingen, dus in oprechtheid tegenover alle mensen en in het bijzonder tegenover de schepper van ons allemaal moet staan. Ja, dat wil zeggen, je moet altijd het goede zoeken. Ja, voor anderen. Dan moet je niet in eerste instantie aan jezelf denken. Ja, je moet in eerste instantie denken aan het belang van anderen. Het welzijn van anderen. En dan ga je dus op die manier ben je uit op heb je een goede bedoeling en dat is een oprechte zaak, dat is een goede zaak, zonder bijbedoelingen. Oké, u bedoelt een beetje dat het gebaseerd is op altruïsme. Bedoelt u dat? Juist. Altruïsme. Oké, voor de jonge mensen, wat we bedoelen met altruïsme is dus dat de overtuiging dat je jezelf voor het algemeen doel opoffert, toch? Ten behoeve van anderen. Juist. Oké, maar meneer Risti, dan ga ik u toch even een vraag stellen hoor, aan de hand van uw antwoord. Wij hebben ik weet niet of u heeft gehoord van Ayn Rand, dus een mevrouw die een boek had geschreven al in de jaren 50 en dat idee leeft nog steeds. Ze had dus juist gezegd dat dit heel politiek systeem gebaseerd is op altruïsme, toch? Het willen offeren voor de ander. Maar zij zegt, en ik kan me erin vinden ook, is dat je juist, als je gezonde gemeenschap wil, je juist de mensen moet leren op de eerste plaats
dat ze van zichzelf moeten houden op de eerste plaats. Mm-hmm. En dat het niet van meet af aan logisch is dat je jezelf moet opofferen voor anderen om een betere gemeenschap te creëren. Omdat je de mensen eigenlijk niet leert van zichzelf te houden. Want als je niet eens weet hoe je eerlijk bent naar jezelf toe of weet van jezelf te houden, hoe kan je dan dat voor een ander doen? Mm-hmm, mm-hmm. Begrijpt u? Mm-hmm. Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Ja. Kijk, de maatschappij zoals je nu in elkaar zit is gericht op datgene wat je daar zegt, het egoïsme. Hè? Dat de mensen hun eigen belang zoeken en dan ook nog wel ten koste van het belang van een ander. Ja, maar de benadering die ik heb en de overtuiging die ik heb is dat wanneer ik het belang van anderen zoek en anderen hetzelfde doen zoals ik dat doe, ja, dus dat zij ook het belang van een ander zoeken, inclusief mijn belang, ja, dan betekent het dat twee handen elkaar wassen. Mm. En dan worden ze allebei dus schoon. Dus het moet niet eenzijdig zijn dat ik alleen het belang van anderen zoek. Het is een voorbeeld, toch, dat ik geef aan de wereld dat wij allemaal moeten volgen, nastreven om het belang van de ander te zoeken, zodat ieders belang wordt gediend. Nee, ik snap wat u zegt, maar kijk, het is natuurlijk niet zo dat wanneer ik op de eerste plaats zoek naar mijn eigen belang, dat wil zeggen dat ik niet denk aan andermans belangen, toch? Want ik kan, zolang ik niet sterk ben, kan ik anderen niet optrekken, toch? Kan ik anderen niet helpen. En het gevaar van altruïsme is dat als je vanaf jongs af al wordt opgevoed met de overtuiging dat je zelf steeds moet onderwerpen of steeds anderen voorop moet stellen, dat misbruik in zich heeft, omdat iedereen vanuit dat oogpunt uitgaat. Dus de vraag dat dan nu hier uitreist is, wie is degene die zich daadwerkelijk moet onderwerpen voor de anderen? Wie gaat uiteindelijk werkelijk bepalen voor de anderen hoe het moet gebeuren? Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat is het gevaar. Het gaat helemaal niet om onderwerpen. Mm. Het gaat helemaal niet erom dat je je onderwerpt aan een ander. Je onderwerpt je aan datgene wat juist is. Wat juist is. Wat goed is. En voor anderen, maar dus ook voor jou. En wie bepaalt dus wat juist ook is. Voor jou. Dus je gaat bijvoorbeeld jezelf niet kapot laten gaan mm-hmm. ten behoeve van een ander. Dat is ook weer niet de bedoeling. Omdat je jezelf in stand moet houden om die ander ook te kunnen dienen. Mm-hmm. Ja, en daarbij komt dat die ander jou ook in stand houdt, zodat wij samen verder door het leven gelukkig gaan. Oké. Okay. Maf, je had iets? Opmerken of een vraag hierover? Dus ik bedoel van, als je, net als wat Rumi zei, hè, als je bezig bent met je eigen belang, in principe, want kijk, Omo is ook met zijn eigen belang bezig, maar hij helpt me. Hij is met zijn eigen belang bezig, want hij wil geld van mij. Dus dat biedt hij me producten aan die ik nodig heb. En dat helpt mij toch. Dus eigen belang hoeft niet per se iets slechts te zijn. Volgt u me wat ik daarbij probeer te zeggen? Ja, ja. Dus zonder dat om wat doorheeft, is hij bezig met zichzelf. Maar hij helpt mij ook tegelijk. Dus eigen belang hoeft niet per se iets te zijn niet zorg voor samenwerking, want er is een zekere samenwerking daarbij. Ja, dat is inderdaad zo. Het ligt dus eigenlijk aan hoe je ermee omgaat. Hè? Wat zijn dus die motieven? Mm-hmm. Maar over het algemeen is het zo dat mensen, vooral nu, denken ze aan zichzelf en het lot van de ander interesseert ze niet. Niet, oké. Okay. Toch, zo is het in sommige landen is het zelf al zo ver dat er vindt een auto-ongeluk plaats, iemand valt in het water, een vrouw of zo. En de mensen rijden, kijken gewoon ernaar en ze rijden voorbij. Ja, ja, ja. En niemand voelt voor een ander. En dat is wat je niet moet hebben. Iedereen moet voelen voor elkaar, omdat wij elkaar nodig hebben. En wij kunnen daardoor elkaar gelukkig maken. Oké. Ik begreep wel wat u zegt. Toch gaan zo meteen, ik denk, op een andere manier een beetje dieper op ingaan. Mm-hmm. Oké, volgende vraag, meneer Isti. Mm-hmm. Waarom zou men op de PVP moeten stemmen? Wat onderscheidt de PVP van de andere politieke partijen? Nou, ik ben blij met deze vraag, omdat ook PVP dat vertrekpunt heeft dat ik zo net beschreef. Mm-hmm. De PVP gaat ervan uit dat wij, die in het bestuur zitten, niet met ons eigen belang beginnen. We hebben niet op het oog ons eigen belang. Maar hoe kunnen wij dat zien? Hoe kunnen wij de burgers dat zien? Ik kom zo.
We dienen het belang van de gemeenschap, dus van het volk. En daarom is onze motto, eerst het volk. Eerst het belang van het volk. En dan de rest. Dus, als wij bijvoorbeeld in, de leiding zouden hebben in het land, dan zouden we ervoor zorgen dat alle belangen van de gemeenschap worden behartigd. Alles wat nodig is, wordt eerst behartigd ten behoeve van de gemeenschap. Is wel een sterke uitspraak, meneer. Ja, omdat je daardoor dan overkomt dat het geld dat daar is ten behoeve van het volk, dan gewoon wordt naar gegrepen om jouw eigen belang of van je makkers of wat dan ook, weet je, te gaan gebruiken. Mm-hmm. En dan wanneer er iets nodig is voor het volk, dan is het geld er niet meer, omdat er al is gegraaid in die pot. Mm-hmm. Oké, duidelijk. Maar hoe zou de burger dus nu, wat u zegt, hoe zou de burger dus nu aan de PVP kunnen merken dat jullie daadwerkelijk dat gaan doen? Waarom zou ik als burger hiervan overtuigd moeten zijn, los van dat u dat aangeeft? Ja. Neemt u maar het duidelijk bewijs, het feit. We zijn begonnen met de partij. U kunt de partij nu, als u op het net gaat en u typt in www.pvp.sr, dan zie je daar dat je niet alleen maar als lid kan inschrijven, maar dat je ook iemand kan zetten als president, hè? Dus voordragen. Je mag ook jezelf zetten als je vindt dat je capabel bent. Je kan een vicepresident voordragen, je mag de assembleeleden voordragen, de DR, de RR-leden, ook jezelf, je broer, je oom, je tante, noem maar op. Al is het iemand van de VAP of van de NDP of noem maar op, van Doe. Alle politieke, van wat voor politieke partij dan ook, je mag iemand voordragen op onze lijsten. En dat het grote verschil met de andere partijen is dat de bestuursleden niemand mogen voordragen. Nog minder zichzelf. Maf, heb je iets hierop te zeggen? Dus de bestuursleden mogen zichzelf niet voordragen? Nee, en ze mogen ook geen kandidaten voordragen. Oké. Maar dus, Hoe gaat dat precies te werk, allemaal elektronisch, no? Ja. Het gaat via het net. Je gaat op www.pvp.sr. En wie heeft dat systeem in elkaar gezet? Jullie hebben mensen ingehuurd? Zeker. En is er een controlemechanisme hoe mensen kunnen kijken van als ik mijn persoon heb voorgedragen en er wordt gestemd op die persoon? Mm-hmm. Ja. Al die dingen zijn er? Alles is er. Is daar te zien. En dat is, alles is daar. En dat alles is transparant voor de burger. Absoluut. Ook om te kunnen volgen. Ja. Absoluut. Via de website zelf? Via de website zelf. Ja. Mm-hmm. En daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen zichzelf gaan regelen, toch? Want sommige mensen beginnen een partij om hun eigen belang. Of om het belang van een clubje, een groepje. Weet je? Mm. En dan regelen zichzelf en zij gaan bepalen. Zeg, nee, die man, ik ben niet goed op, dan laat hij gaan en zo. Want ze hebben misschien ook nog goede afspraken, dat was dit maar kan dragen en zo. Mm-hmm. Maar dat moet het niet zijn, dat is oneerlijk naar het volk. Het is onrechtvaardig, het is niet juist, het is krom. Ik vind het idee erachter vind ik wel nice, hoor. Ik bedoel, het is anders. Maar weet waarmee ik wel zit? Kijk, bijvoorbeeld, we hadden een tijdje geleden, had je een gedoe met de clip, toch? Mm-hmm. Waarbij, ik ga geen namen noemen, waarbij tegen een bepaalde groepen heel hatelijk die artiesten zich hebben geuit. Mm-hmm. En kijk, het effect wat je daarvan krijgt is dat die artiesten, een van die artiesten zijn dus ook lid van het jeugdparlement. Ja. Maar ze zijn gewoon populair. Niet op basis van ideeën of logica of dat ze al iets hebben gedaan voor het land. Ze zijn gewoon populair. Dus het gevaar wat je wel met dit systeem krijgt, denk ik, is dat mensen die gewoon populair zijn, maar totaal niet gescreend zijn op kwaliteiten, gewoon een positie kunnen krijgen in de PVP, terwijl er geen screenings. Ik bedoel, ja, ik kan mezelf daar zetten, maar wie bepaalt dat ik werkelijk die capaciteiten heb om het land te kunnen draaien? De enige mensen die dat vinden, zijn de mensen die meekennen en die daar hebben gezet, wat natuurlijk ook zo nu is in dat huidige systeem. Maar ik weet niet of het misschien een andere versie is van hetzelfde dat er is. Dus ik zie on the long run niet echt een verschil. Of zie ik het verkeerd? Nou, wij hebben een beginselprogramma.
En in dat beginselprogramma staat precies waar wij voor staan. Wat wij tolereren, wat we niet tolereren, waar wij voor gaan. En degene die zich kandidaat stellen of kandidaat gesteld zijn, en inderdaad zullen meedoen, die zullen zich moeten onderwerpen aan dat beginselprogramma. Dus ze zullen ermee eens moeten zijn en beloven dat ze dat die weg zullen gaan. U heeft het over huishoudelijk reglement, artikel 53, algemene ledenvergadering. Ik heb het hier, de selecteerde kandidaten zullen ter plekke een verklaring dienen te tekenen. Ja. Dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP zullen verdedigen. Precies. En implementeren wanneer ze in functie zijn. Helemaal. Oké, dan hebben we dan gelijk een vraag hierop. Zijn er consequenties verbonden aan het niet opvolgen van artikel 53 van het huishoudelijk reglement? Ja, er zullen consequenties eraan verbonden moeten worden. Die hebben we nog niet helemaal in place gezet vanwege bepaalde oorzaken, zaken die zich hebben voorgedaan in het verleden, waarbij politieke partijen wel mensen wilden terugroepen, maar het eigenlijk tot nu toe bij niemand is gelukt. Is het over de terugroepwet? Terugroeprecht, ja. Maar we gaan dus dat samen met de juristen bekijken hoe wij daarop zullen inspelen. Maar dus als er nog geen consequenties zijn, is er dus eigenlijk nog geen garantie? Kijk, alles is in de maak. Hè? Je kan het niet zo in één dag kant en klaar hebben. Nee, dat begrijp ik, maar we vragen het. Juist. Het zijn processen waar je diepgaand op moet ingaan, je over moet buigen, moet brainstormen hoe je eigenlijk die weg moet banen om tot een juiste handeling over te kunnen gaan. Want mijn vraag is, kijk, maar is die nogmaals, ik vind het prachtig dat er een nieuwe partij is, maar we zijn gewoon heel erg kritisch hier. Want uiteindelijk, einde van de dag gaat u het belang van de burgers moeten dienen. Absoluut. Toch? Het is aan mijn geld en mijn toekomst wordt gekomen en samen nog met duizenden andere burgers. Dus vandaar we heel erg kritisch zijn en echt op de punten letten, op de puntjes op de i letten. Precies. Maar als de PVP nu in deze fase, nog een paar maanden voor de verkiezingen, nog aan het brainstormen is over de meest essentiële zaken, de basis, ik zal zeggen de fundamentele zaken, dan hoe zeker moeten we zijn dat de rest van de zaken daadwerkelijk gepusht kunnen worden wanneer jullie echt zo ver zijn? Want er zouden toch al lang consequenties hieraan verbonden moeten zijn. Het zou toch al bekend moeten zijn. Ja, is het niet een beetje te laat? Nee, kijk, er zijn basisvereisten die gesteld zijn bij de wet. Ja. Bij de wet. Dat mensen die kandidaat worden gesteld of zich kandidaat stellen, waar ze aan moeten voldoen, waaronder bijvoorbeeld dat zij geen slechte naam, dus niet veroordeeld moeten zijn door justitie. Dus dat is al een hele goede garantie dat bepaalde figuren, toch, die in het verleden een slecht voorbeeld hebben gesteld, dat ze niet zullen worden toegelaten. Oké. Maf? Ja, oké. Wat betreft de veroordelingen, hebben jullie gradaties? Want ik bedoel, als ik ben veroordeeld voor een snelheidsovertreding, dan ben ik ook afgeschreven. Ja, of weet u nog niet precies wat? Want moord of diefstal bijvoorbeeld kan ik begrijpen. Maar als iemand een keertje een boete heeft gehad voor zonder rijbewijs reden of te hard reden, komt dat als hetzelfde? Ja, die wet maakt geen onderscheid, hè? Oh. Je moet je gewoon gedragen in alle opzichten. Oh. En aan de hand van het voorbeeld dat u aanhaalt, zet je het leven van anderen op het spel. Dus als je wat dat betreft onder het mes bent terechtgekomen van de rechter, dan ben je getekend. Dus het maakt niet uit wat voor veroordeling. Nee. Oké. Dan heb ik even een vraag over de statuten zelf, hè? Ja. Er staat dat de PVP is voor een van de doelen is het verwezenlijken van een kapitalistische maatschappij in Suriname. Wat verstaat u onder een kapitalistische maatschappij precies? Nou, wij weten dat kapitalistische maatschappij een maatschappij is die werkt op basis van kapitaal, hè? Geldmiddelen, uitwisseling daarvan. En daar is eigenlijk die fundering van alle doen en laten, weet je, en ook de honorering van mensen is daaraan verbonden. Dat moet je altijd hebben. Als je water wil drinken, moet je geld hebben. Ja? Als je een slipper aan je voet wil hebben, moet je geld hebben. Als je van hier naar daar wil gaan, als je kinderen wil opvoeden, moet je geld hebben. En daar moet je altijd heel hard aan werken,
zodat er altijd reserve is, ja, zoals wij nu daarnaar streven, dat er altijd genoeg is. En zodoende ben je dan in staat om tegenslagen op te vangen en alle zaken die nodig zijn, daarin te kunnen voorzien. Oké, okay, nog even een vervolgvraag. Hè? Want kapitaal, als er binnen een maatschappij kapitaal aanwezig is, dan kunnen we in principe zoiets. Dus en met kapitaal bedoel ik geld of productiemiddelen die eigendom zijn van groepen mensen of mensen, individuen. Maar wat vindt u van dus een vrije markt, hè? Want nu in principe hebben we ook een kapitalistische maatschappij. Mm-hmm. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld bedrijven als EBS die en Telesur die een monopoliepositie hebben, is de markt niet vrij. Dus wat vindt u van bedrijven zoals EBS die een monopoliepositie hebben dankzij de overheid? Ja, dus hoe gaan er incentives gecreëerd worden voor een bedrijf als de EBS om efficiënter te functioneren? Ja, kijk, die concurrentie is eigenlijk een heel belangrijk ding om eigenlijk te maken dat prijzen droppen, hè? Dat mensen steeds voordeliger eruit komen. Dat moet bewaard blijven, weet je? Maar het moet ook weer niet zo zijn dat je zodanig kapitalistisch bent dat je eigenlijk gewoon iedereen aan zijn lot overlaat. Ja, want sommige mensen zijn zwak. Ze kunnen in die markt zichzelf niet optrekken. Ze kunnen die concurrentie bijvoorbeeld niet aan. Ze kunnen die weddenschap niet aan. Toch? Dan zou je die mensen inderdaad wel die push moeten geven. Daarvoor is de overheid mede verantwoordelijk om ze te helpen. Niet alleen maar wat de scholing en training betreft, maar ook echt om die push en die bescherming te kunnen geven, zodat zij in staat zijn zich staande te houden. Dat geldt voor bijvoorbeeld vooral moeders met kinderen, gehandicapte mensen, mensen die misschien ook geestelijk een probleem hebben, die niet capabel zijn. Weet je, dus je moet helpen, want kijk, dat systeem, het kapitalisme dat er nu is, waarbij slechts enkele mensen driekwart van het geld van het land hebben, dat brengt ook veel ellende met zich mee. Zaken als bijvoorbeeld misdaad, hè, criminaliteit, corruptie. Waarom? Omdat mensen hebben geld nodig. En als het geld onbereikbaar voor ze is, dan staan ze voor de keuze om dood neer te vallen of te bedelen. Of om te gaan stelen. Of een vergrijp. Weet je, en dat moet je voorkomen. Is dat een antwoord op je vraag, Maf? Of bedoelde je dat niet? Ja, nou, ik bedoelde dat. Maar kijk, dit is mijn heel probleem. Dat was wat ik bedoelde met, kijk, bijvoorbeeld een bedrijf als de EBS. Mm-hmm. Heb je een directie dat heel riant wordt betaald, toch? Mm-hmm. Maar we zien dat de resultaten jarenlang, oké, misschien nu is er een transformatie bezig, maar jarenlang zijn resultaten uitgebleven. En hoe komt dit? Vanwege het feit dat ze een monopoliepositie hebben via de overheid. Ja, want het blijkt, om even duidelijker te zijn, het blijkt dus dat de RVC van de EBS, Staatsolie, Telesur, SLM, het blijkt dus dat afgevaardigden van de verschillende politieke partijen in de RVC zitten. Mm-hmm. Zij bepalen dus de salaris van de directeuren en whatever, toch? Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat de politieke partijen alle baat bij hebben om deze bedrijven eigenlijk als monopoliebedrijven te houden, als toch dus. En dat zorgt al voor een hele gap in de hele vrije marktconcurrentie, want dan gaan ze de burgers behandelen naar willekeur, toch? Ja, ze hebben niet de incentive om echt de burger tegemoet te komen. Dus dat is de vraag van Maf eigenlijk, toch? Maf, als ik het goed heb? Oké. Dus hoe ziet de PVP dit? Hoe zou de PVP dit veranderen? Heeft de PVP hieraan überhaupt gedacht? Technisch, hè? Ik heb me persoonlijk nog niet echt verdiept in deze materie, maar wat ik zo oppervlakkig kan zien, is dat dat er eigenlijk bewust eraan wordt gewerkt om die monopoliepositie te behouden en daarbij tegelijkertijd ook de burgers tegemoet te komen. Doordat de overheid een heleboel, zeg maar, de burgers veel minder laat betalen, dus door subsidie.
Weet je, en ik merkte dat mijn laatste wat de prijzen wilde verhogen voor een aantal bedrijven. En dat er een heleboel ontevredenheid was. En als je dat dan ook nog met de burgers gaat doen, dan denk ik dat je een heel groot probleem krijgt. Dus waarschijnlijk wil men bewust op die manier de burgers tegemoet komen. Dat is wat ik eruit begrijp. Ik kan het mis hebben hoor. Hier in de statuten van de PVP staat dus de vereniging stelt zich ten doel, dubbele punt, het verwezenlijken van een kapitalistische maatschappij in Suriname, wat we dus net hebben besproken, die gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid, waarin de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen. 2. De burgers te verheffen tot vrije, ontwikkelde en evenwichtige personen die hechte verbondenheid hebben tot het Surinaamse volk en het grondgebied als ook tot de wereldbevolking. Een vraag hierover, wat verstaat de PVP onder een vrije burger? Ja, dus die burger moet eigenlijk vrijgemaakt worden van alles wat hem zowel geestelijk als fysiek te zwaar is, hè? In deze wereldmaatschappij moeten mensen zwoegen om iets te bereiken. Heel hard werken. Om dan toch ook nog voor een onwaardig loon, weet je, te arbeiden. En dat maakt dat die burger eigenlijk een slaaf is in die maatschappij. Een slaaf van wie, precies? Ja, hij is een slaaf van misschien zijn eigen behoeften. Een slaaf van zijn werkgever. Een slaaf van de behoefte aan geld. Weet je, en dat moet je niet hebben. Er moet evenwicht zijn. Mensen moeten uitkomen met wat zij verdienen. Het is ook niet voor niets dat er laatst zo'n minimumloon is vastgesteld. Het kan misschien ook nog beter. Mm-hmm. Maar dat is, geef ik even als een klein voorbeeld van dat je die burger vrij moet maken. Hij moet geen hibbies hebben dat hij eigenlijk daardoor ter onder wordt gedrukt. Ja, maar hij moet natuurlijk nog wel steeds rekening houden met de overheid binnen de perken van de wet. Zegt u dat? Hoezo? Ten aanzien van? Nee, dus u zegt hij is slaaf van zichzelf, van zijn eigen behoeften, van de werkgever. Mm-hmm. Toch? En de overheid heeft laatst een minimum uurloon geregeld, maar het is nog niet wat het moet zijn, wat u zegt. Mm-hmm. Maar de burger moet dus wel vrij zijn, maar binnen de perken van de wet, zoals de overheid. Oh ja, vanzelf, want hij moet niet de overtreding gaan, toch? Maar meneer Risti, dan is de burger nog steeds een slaaf van de overheid dan, toch? Want de overheid bestaat ook uit mensen, de overheid maakt regels. We hebben ook geconstateerd bij alle parlementariërs nu dat niemand de parlementariërs controleert op wie de regels maakt en waarom en ook hoe de regels tot stand komen. Dus hoe je draait of keert, blijft een bepaalde groep mensen, andere groep mensen, de wet voorschrijven. Dus hoe vrij is de burger dan daadwerkelijk? Want wie bepaalt wat goed is en wat niet goed is? Dan komen we weer op dat punt van het begin. Mm-hmm. Altruïsme, toch? Onderwerping. Mm-hmm. Wie bepaalt, welk moraal bepaalt dat een mens gelijk aan mij regels voor mij kan voorschrijven. Verkeersregels moeten er zijn, want als ik rechts ga rijden, dan is het onlogisch dat ik voor anderen en mezelf een probleem creëer. Ja. Maar wanneer het nu komt op normen en waarden, ja. Welk mens gaat dat bepalen? Dus het is ons opgevallen, want er staat die vrije burger, dus dan zijn wij benieuwd, als ik zou moeten stemmen op de PVP, wat verstaat de PVP onder vrije burger? Ah, dat is precies wat je zo net aanhaalde, toch? Die wet die wordt gemaakt, of die wetten die worden gemaakt, die zijn er om te voorkomen dat je een ander schade of nadeel bezorgt. Ja, maar wie bepaalt dus dat? Nou, dat kunnen wij als mensen allemaal toch verstaan. Het moment dat ik bijvoorbeeld geen rekening met jou hou en bij het lopen en ik stoot je omver, of ik kom met een scherp voorwerp langs je heen, dat kan iedereen toch direct beoordelen, zegt deze man die. Maar het probleem. En kijk, dat is precies hetzelfde bij alle wetten die eigenlijk er moeten zijn. Het moet niet ten nadeel zijn van een ander. Ik begrijp wat u zegt, maar dat is nou net niet hetzelfde. Hè? Dus dat is wat we uitleggen. En dat voorbeeld u geeft, begrijp ik. Maar weet u wat het probleem is met alle politieke partijen, meneer Risti. En daarom willen we dus het onderscheid zien van PVP. Ja. Hè? Dus dat proberen we een beetje te filteren vandaag. Okay. Er worden in deze fase heel wat beloftes gedaan, toch? Mm-hmm. En de burger gaat het alleen merken nadat de burger heeft gestemd. Wat is. Ja. Wetgeving
er is een verschil tussen wetmatigheid en rechtvaardigheid. Niet omdat de wet is, wil zeggen dat het rechtvaardig voor mij is als burger. Ja, toch? Dus als u verstaat aan een vrije burger, dat de burger zich als toch nog moet onderwerpen aan die overheid, die bestaat uit een verzameling van mensen, die toch nog de macht hebben om regels voor te schrijven voor de rest van de meerderheid, terwijl de rest van de meerderheid nog steeds geen zekerheid heeft wat voor type mensen dat zijn, of wat voor regels er gaan komen, want die zorgwetten zijn goed bedoeld, maar we weten echt wel de mensen die een beetje tussen de regels heen kunnen kijken, die de wereldeconomie hebben gevolgd, dat die wetten alleen maar nadelig zijn voor de bevolking, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, die rekening krijgen we nog gepresenteerd. De minimumuurloon, ja, dat heeft voor de ondernemers ook best wel een nadeel, toch? Omdat ze meer in hun eigen zak moeten gaan, de consumenten ook, maar de overheid komt niet in de vorm van subsidies bijvoorbeeld in voor de ondernemer en voor de consument. Die druk wordt gewoon gelegd op de consument. Ja, ja. Dus dat is mijn vraag nogmaals. Laat me dat anders stellen. Is de vrije burger werkelijk een vrije burger als er nog steeds een overheid boven de vrije burger staat? Laat me het zo stellen. Ja, eigenlijk is de overheid bedoeld om een dienaar te zijn van die burger. Hè? Dat is theoretisch gezegd. Ja. Theoretisch, maar wij zijn ervoor verantwoordelijk om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm. Jij moet kritisch zijn wanneer je gaat stemmen. Het hele volk moet kritisch zijn wanneer die gaat stemmen. We moeten kijken naar wie zijn de oprechte mensen. Mm. Wie zijn de eerlijke mensen. Toch? Wie zijn daadwerkelijk uit op het belang van ons allemaal. En dan zeg ik, niemand is er zonder fouten. Alle mensen maken fouten. Ja? Maar wie geeft zich per se daarvoor? Mm. En als wij die verkeerde keuze maken doordat wij het te gemakkelijk nemen, we gaan er te licht overheen, dan komen we met de gebakken peren te zitten. Helemaal eens. En dan helemaal gaan we later klagen, zeggen, ja, we worden onder druk, we voelen ons niet vrij, we hebben dit, we hebben problemen, zo, zo. Maar wij hebben die power eigenlijk om die verandering teweeg te brengen. Wij zijn verantwoordelijk om elkaar te mobiliseren in hebben die we, richting. Maar hebben we wel een overheid nodig? Denkt u, als het zo aan toe gaat, waarom hebben we mensen gelijk aan ons nodig om ons leven voor ons te bepalen? Als wij uiteindelijk, wat u zegt, wij hebben die power, toch, de burgerij, wij staan op, wij werken, wij investeren uiteindelijk. Het enige wat we doen voor de overheid is dat we dat geld naar daar brengen, verplicht. En via de overheid komt het weer terug in die maatschappij, toch? We betalen voor een brug, volgens onderzoek wat we ook hier al hebben begrepen van bronnen van OW, is dat de brug 2 tot 3 maal wordt overgefactureerd. Mm-hmm, mm-hmm. Dus je betaalt als burger veel meer voor wat je eigenlijk zou betalen als je het in jezelf zou investeren. Dus gelooft u echt dat we nog een overheid nodig hebben waar het systeem zichzelf al eeuwenlang heeft bewezen en nog steeds niets beter is geworden? Ik denk dat wij onszelf bewezen hebben, hè, dat wij in feite niet goed genoeg letten op onze passen. Mm. Want hoe zou je een natie ordenen zonder dat mensen het uitvoeren? Zonder dat weer anderen het woord nemen om te vertolken wat de achterban zegt. Oké, Maf? Nou, meneer Isti, ik zou u erop willen wijzen, want vanwege het feit dat er hier staat dus dat de PVP een kapitalistische maatschappij wil verwezenlijken, toch? Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld, ik bedoel, hoe wordt de markt van cellulair telefoons geordend. Ik bedoel, je hebt niet een minister van cellulairs nodig. De vrije markt heeft een mechanisme waarbij namelijk een prijsmechanisme, gebaseerd op vraag en aanbod, waarbij heel ingewikkelde processen, zoals een telefoon, ik bedoel, kijk naar de mobieletjes van tegenwoordig. Toch? Hoe zonder centrale planning zijn al deze dingen tot stand gekomen, toch? Dus er is wel een manier hoe je mensen kan laten samenwerken zonder dat ze geleid worden of gestuurd horen te worden. En dat is namelijk via de vrije markt. Dus is een betere oplossing niet gewoon dat meer processen die politiek nu worden bepaald, worden vervangen door een vrije markt? Nou, ik denk dat u mij zou moeten uitleggen hoe u dat zou klaren. Zoals bijvoorbeeld, hoe zou jij organiseren dat de straten worden geasfalteerd en onderhouden, toch? Nou. Dat de burgers van water worden voorzien. Zonder dat
dat er iemand of een lichaam is die de verantwoordelijkheid neemt om het te realiseren. Nou, zou je de mensen gewoon aan hun lot moeten overlaten? Nee, weet je wat het is? Mm-hmm. Kijk, ik denk wat Maf bedoelt. Wij denken meer in termen van, in plaats van een overheid op basis van hiërarchie en wetgeving, geloven wij in een centrale organisatie op basis van transparantie, gelijkheid en afspraken, waarin de consequenties inherent zijn aan de afspraken, doordat het transparant is. Toch, u haalt wegen en straat aan. Kijk, de overheid heeft al lang bewezen dat het systeem, het politiek systeem zoals het nu is, ervoor zorgt dat het volk, zoals het voorbeeld dat ik net gaf, mm-hmm. 2 tot 3 maal verliest aan een brug of weg, mm-hmm. toch, want het wordt overgefactureerd. Mm-hmm. Het is niet transparant, ja. toch? En ja. de leden, u weet zelf, u heeft het over corruptie. Ik bedoel, u weet mm-hmm. zelf hoe het hier gaat in Suriname. Ik mm-hmm. moet een vriend zijn van een minister of van een parlementslid die dan ja. belt naar OE en zegt van, hé, mijn capaciteit. Toch, je moet geluk hebben. Dus we zijn afhankelijk van de willekeur van mensen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Maar als we dat systeem bijvoorbeeld zouden aanpassen, mm-hmm. en dat geld komt al vanuit de gemeenschap, ja. toch? So, ik bedoel, als we het systeem zodanig aanpassen dat geld blijft in de gemeenschap, mm-hmm. toch? En we de mensen natuurlijk wel moeten educaten, toch? Over belangen, toch? Waarom is het in mijn belang dat de straat komt? Waarom is het in zijn belang dat die straat komt? Dan zouden we dat geld wel anders kunnen laten roleren. Dan niet via een overheid, maar wel via een centrale organisatie. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Marina Leda in Spanje. Toch? Het is vrijwel voor meer dan 3/4 onafhankelijk van de overheid nu. Maar ze beheren hun eigen geld. Het geld is in de community. Is dat als zo'n wegenautoriteit, bedoel je? Nee. Want de wegenautoriteit is weer een arm van de overheid. Dit is van de community zelf. Dus net als, okay. U kunt het zien als een vorm van decentralisatie. Alleen is decentralisatie nog gestoeld op hiërarchie. Want er is nog een centraal orgaan waar iedereen... Maar dit is bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, Nikeri, Coroni of whatever, toch? Het is een eigen community. Ze hebben eigen krachten, toch? Maar dat geld is dus daar. Iedereen die daar geld maakt, in plaats van dat het gelijk naar een centrale overheid gaat, die voor een heel grondgebied moet zorgen, blijft dat geld daar, omdat zij gelijk weten, rechtstreeks weten wat zij nodig hebben. Mm-hmm. En als ze natuurlijk bijstand nodig hebben van de andere communities, geven ze dat door en ze leggen uit, door middel van ideeën, logica, creativiteit. En kijk, het is ook in jullie voordeel, als zo een weg komt, of whatever, of een brug komt. Want het geld is al in de gemeenschap. Het geld komt niet van de overheid. De overheid heeft die geld zonder gemeenschap. Klopt. Begrijpt u? Dus dat is wat hij bedoelt. Toch? Dat is als het efficiënt werkt, dan is het goed. Het is mooi. Maar je moet het in place krijgen. Klopt. Je moet een wet maken dat, weet je, dat iedereen begreep dat wij via die weg gaan. Iemand moet opstaan om het te doen. Toch? En wij van onze zijde hebben eigenlijk ook een antwoord op het probleem van corruptie. Ja, oké, mooi, want we hadden die vraag ook. Wat ziet u als de oplossing? Ja, dus PVP dan? Wij hebben als mogelijkheden dat wij bestuursrechters gaan aanstellen. Die niet alleen maar controleren, maar ook begeleiden. Dus dat ze voorkomen dat men gaat graaien. Dat je vooraf zodanige maatregels treft, dat je alles onder controle houdt, dat het niet uit, uit het spoor gaat. Maar meneer Rissi, ik vind het heel mooi. Ik vind het echt very nice. Maar we zitten wel nog met een klein probleem. De mensen die nu al zitten, ik heb 15 parlementariërs gehad, allemaal zeggen hetzelfde. Als ik ze een heel simpele vraag stel, we zijn een beetje aan het babbelen en dan zeggen ze allemaal plots op een gegeven moment, of de meeste, ja, dan moeten die wetgeving gaan veranderen. Mm-hmm. Ik zeg ze, ja, maar waarom veranderen jullie dan niet? Mm-hmm. En het antwoord dat ik altijd kreeg, politieke wil moet er zijn. Dus wat ze daarmee bedoelen, is dat ze afhankelijk zijn van de andere parlementariërs, de andere collega's, toch, want de belangen verschillen, toch? Ja. Oké, mijn technische vraag nu naar u toe is, als de bestaande mensen die al daar zijn, toch, de bestaande parlementariërs daar zijn, die al heel wat zaken niet kunnen veranderen omdat ze afhankelijk zijn van elkaar, terwijl ze al best wel wat aanhang hebben. Mm-hmm. Hoe gaat de PVP als nieuwe partij dit garanderen of dit realiseren? Want zo wordt iedereen werkt elkaar tegen. Dus wat u zegt is mooi, maar je moet die wet eerst kunnen pushen. Absoluut. Kijk, meneer Karel is al zo lang bezig met de anticorruptiewet gebeurd. Dus als wij uw stemmen geven en dan komt de politieke partij, wil dat zeggen voor mij als burger, dat de kans groot is dat de belasting nog meer zullen verhogen, want ik moet voor een extra politieke partij extra gaan betalen. Toch? Want de DNA
wordt begroot op basis van de staatsinkomsten. Ja, ja. Politieke partijen voeren campagne met geld van de burger. Mm-hmm. Toch? Alle zenders. Dus het wordt alleen maar duurder voor mij als burger mm-hmm. om nu voor een extra politieke partij te gaan bekostigen. Dus wat voor garantie heeft u ja, ja. dat u zeker weet dat u de meerderheid in het parlement krijgt, mm-hmm. terwijl jullie nog daar moeten komen? Ja, ja. Dus het is een streven. Daarnaast moeten we rekening mee houden. Je kan mensen niet met dwang dingen laten doen, want dat is op zich al een overtreding. Zelf ook als je daar zit in het parlement, is het gewoon de vrije wil van de meerderheid. Weet je? Dus daarmee moeten we gewoon werken. Als de meerderheid niet wil meewerken aan bijvoorbeeld een anticorruptiewet, of wat is ook meer zij, dan krijg je het niet voor elkaar. Maar en dan krijg je dan wel als consequenties. Toch? En dat is namelijk dat die hele maatschappij zeg maar naar de knoppen wordt gestuurd, omdat door corruptie gaat die maatschappij ten onder. En uiteindelijk, ja, dat zegt men summa bari, nou dat vieri, dus dat gaat die gemeenschap zelf, die eronder gaat leden, gaat zien van nee, we kunnen niet meer stemmen op deze type figuren. We moeten nu gaan stemmen op mensen die in oprechtheid verbeteringen willen brengen. Misschien en niet die mensen die gewoon de boel willen blazeren. Misschien moeten we helemaal niet meer stemmen. Ja. Maar wat zijn... Maar dus wat ik ook sterk merk bij verschillende mensen die hier zijn geweest, en u ook, is dat er is altijd een neiging om wetten te willen creëren of organen in het leven te willen roepen om mensen te gaan controleren. Maar naar mijn mening begint daar die corruptie toch? Ik bedoel als we nu bestuursrechters, toch? Dat zei u net, als we nu bestuursrechters zouden aanstellen. Ja. Dan wat er gaat gebeuren in principe is dat de corruptie gaat verschuiven van waar het nu is naar de bestuursrechters, toch? Of niet? Of zie ik het verkeerd? Natuurlijk zou het kunnen. Ja toch, maar dus daar hebben we het probleem als het ware niet opgelost, maar daar hebben we het verschoven, en toch? En daarom praten wij over integriteitstoets. Ja, dat is ook in ons beginselprogramma. Wij gaan een integriteitstoets uitvoeren voor alle korpsen. Dat zal natuurlijk ook gelden bij de burgerorganisaties. Maar dat is het grote punt. De mensen moeten leren gewoon om in oprechtheid te handelen en niet hun voordeel te zoeken waarbij ze dan de anderen moeten beduvelen. Ik ben helemaal met u eens, meneer Rissi, maar de praktijk wist dus aan dat ze daarvoor niet openstaan. Dus de hamvraag, want ik vind het een hele stoere actie van de PVP. Mm-hmm. En het is goed, toch? Ja. Het is goed bedoeld, 100%, maar praktisch is het te realiseren, want de PVP gaat wel een hof van de leeuw nu, hè? Absoluut. Toch? En absoluut. Leo gaat niet zomaar als een bakje Porsche laten komen. Dat klopt. Of Betty of Fitty. Dat klopt. Toch? En hij heeft ook zijn bende al achter zich. Toch? Ja. Dus wij willen... Want kijk, ik zou bijvoorbeeld als ik... Ik ga u eerlijk zeggen. Tot nu toe, als burgemeester weten ook van me. Ik heb de naam van anarchist. Toch wat helemaal niet negatief is. Want ik geloof wel in afspraken en regels. Ik geloof gewoon niet in overheersers. Mm-hmm. Als je afspraken en regels zijn en je hebt consequenties, is het veel beter dan een bestaande wet. Want je hebt consequenties. Meteen. Je hoeft niet te wachten op anderen. Toch? Mm-hmm. Dus, maar... Ik sta niet te springen om te stemmen, omdat ik niemand zie van wie ik vind die mijn stem waardig is. Want waarom moet ik mijn toekomst laten afhangen van jouw ideologie, terwijl ik nog niet eens zeker ben wie je bent of wat je kan, toch? Ja. Dus, maar we staan open. Dus vandaar, ik dus deze babbel hou met de verschillende politici, want ik wil alsnog gaan stemmen als ik iets hoor van waar ik denk van, ay, asans, ik grab take me. Dit mag ik wel gaan stemmen op deze mensen, toch? Dus als u met deze zaken rekening houdt, van dat u nogal van een leeuw gaat, hoe, nogmaals, denkt u echt dat het realistisch is dat we via de overheid of het politiek systeem een positieve verandering kunnen teweegbrengen in Suriname, als we zien wat er allemaal gebeurd is en hoe sterk ze staan, want ze staan heel sterk. Mm-hmm. Ja, kijk, men zegt, Keulen en Aken zijn niet op één dag geboren. Maar wat je wel moet doen, is dat je door moet gaan. Je moet doorgaan om de gemeenschap te mobiliseren en te motiveren. Ja, je hebt die taak als individu om de mensen bij te brengen. Mm-hmm. Om de mensen hun ogen open te maken, om ze de weg te wijzen. Want kijk, als jullie deze weg verder bewandelen, komen we allemaal in een ravijn terecht.
Maar vindt u niet en dat dan dat... moet je ze gewoon laten hun eigen vrije wil uit te voeren. Je mag nooit iemand dwingen. Nee, klopt. Maar je moet wel hun ogen openmaken dag en nacht. Maar u vindt dus wel dat het politiek systeem voor oplossing kan zorgen voor de burger, zoals het nu is gestructureerd? Nee, het moet veranderd worden. Oké. Zeker. Oké, dat zijn we over, met ja. over eens. Sowieso, oké. Maar, wat je vraag? Ja, dus, u hebt het over een richting, hè? Want als je zou mensen moeten zeggen van, als we deze richting opgaan, gaan we uiteindelijk in een ravijn belanden. Ja. Maar wat ik merk is, is de richting waar de PVP opgaat, is dat daadwerkelijk een andere richting? Want net als bij de voorgaande vraag, naar mijn mening is het weer dezelfde richting opgaan als je mensen gaat zetten die andere mensen moeten controleren weer. Is dat niet dezelfde richting? Nee, kijk, net zoals ik zei, we beginnen van meet af aan, ja, bij dat aspect van integriteit. Oké, kijk. Dat is onze maatstaf. Ja, even hierbij, hè? Mm-hmm. Ik begrijp u, ja? Integriteit, hè? En we moeten één ding weten, goede intenties en goede resultaten zijn twee verschillende dingen. 100%. Ja, het is een goede intentie om integriteit te willen toetsen, toch? Mm-hmm. Maar al heb je iemand zijn integriteit getoetst, als het systeem waarin we leven het zodanig in elkaar is gezet dat iedereen te corrumperen is, dan zal de meest integere persoon zelfs gecorrumpeerd worden. Nou, ik ga je een voorbeeld geven. Mm-hmm. Als je een systeem hebt dat gebaseerd is op dwang, want u zegt het zelf, je moet mensen niet dwingen. Ja. Maar als we kijken naar wat de overheid doet, is het alleen maar dwang. Kijk maar naar, kijk hoe omgekeerd het is. Ze noemen wetten sociaal, maar die wetten zijn gebaseerd op dwang. Kijk maar naar de verzekering. Je wordt gedwongen geld af te staan, toch? Ja, ja. Want het is zogenaamd voor jouw eigen best wil. Dat is, we gaan richting een ravijn op, toch? Want ik bedoel van, zou een betere manier niet zijn dat je mensen zodanig educeert dat ze zelf kunnen begrijpen dat ze eigenlijk voor verzekering horen te betalen en dat ze er zelf naartoe werken om hun verzekering te kopen in plaats van die mensen te dwingen, want u zegt het zelf, dat dwang niet de manier is om mensen over te halen, toch? En die dwang die je nu hebt, is dat je een paar mensen hebt nu die al een zware boete moeten betalen omdat ze in de tussentijd geen geld hadden om te betalen, maar ja. Het zijn ondernemers, is niet dat ze. En ze willen ook niet afhankelijk zijn van de overheid, toch? Mm-hmm. Maar ze hadden even een terugval. Maar dan zijn ze nu verplicht één fikse boete te betalen, maar dat zit in hun eigen belang. Dus ik betaal een vreemdeling om zaken voor mij te regelen dat ik 90% erop vooruit ga. Maar het enige wat ik nu krijg, zijn hogere kosten, dwang, ik krijg problemen. Mm-hmm. Maar je dient mij, je dient mijn belangen. Ja, 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 en dat is wat men probeert uit te leggen. Het gevaar van het politiek systeem is dat het gebaseerd is op dwang, omdat de mensen die denken dat het normaal is andere mensen hoger te schatten dan zichzelf en ze te laten wetten te laten implementeren voor hen, creëer je chaos, want je stelt je nog steeds afhankelijk van de willekeur van een groep personen. En dan mag je de meest integere persoon zijn of de meest integere persoon daar zetten, maar als die persoon denkt dat het hun recht is om mensen te dwingen om te doen wat zij goed vinden, dan ga je niet de goede richting op, naar mijn mening. Wat vindt u daarvan? Ja, ja. Nou kijk, het is net als bij de opvoeding van een kind, hè. Ouders voeden hun kinderen op. In het verleden pakten ze een zweep bij alles wat ze dat kind willen laten doen. Ja. Als je niet gaat slijken, of die zweep blijft op tafel zodat die kinderen het zien. Ja. Weet je, zo gaat dat. Net als hoe het in de tijd van de slaven toeging. Mm-hmm. Maar nu hebben we geleerd door overtuiging, weet je, mensen te bewegen, praten, uitleggen en nog eens uitleggen, brainstormen en ga zo maar door. Waardoor men gaat begrijpen en zelf bewogen wordt om dat te gaan doen wat men moet doen. Zie je, en dat is dan een liefderijke methode. En daar staan wij voor. Niet mensen met dwang alles te laten doen. Als de mensen niet gemotiveerd zijn, al dwing je ze gaan een rotstreek uithalen.
Okay. Omdat ze juist die motieven niet hebben, zijn niet gemotiveerd. Maar wanneer je praat en ze begrijpen, je neemt de tijd om te luisteren naar hun, wat hun belemmert, toch? Dan gaat dat maken dat ze gaan geloven, ja, en wat je ze daarvan hebt kunnen overtuigen. En dan gaan ze uit eigen beweging gaan ze zelf het gaan doen en anderen ook bewegen daartoe. Ik ben helemaal met u eens, maar praat u dan over geloven in hetzelfde systeem dat steeds faalt? Of heeft u het over andere manier van leven? Want dat systeem, ik ben helemaal met u eens, toch? Maar als we nog steeds doorgaan met het huidige systeem dat gebaseerd is op hiërarchie, en want wetgeving is dwang, toch? Want de hele manier ook waarop het al ontstaat. Dus als we dat systeem veranderen waarbij werkelijk vrijheid is, bijvoorbeeld, toch? Waarbij geen macht is bij een kleine groep personen, of dan krijg je een heel andere gemeenschap, omdat de mensen, net als Marina Leda, mensen, er is niet één politieagent daar. Het is wel nog, pas het begin is nog een primitieve staat. Maar het toont aan de rest van de wereld dat mensen wel in staat zijn op basis van coexistentie, gewoon gelijkwaardigheid, respect, gewoon samen te kunnen leven. Ja, het hoeft niets van je te roven. Het kan. Ja. Toch, het kan. Het is geen utopie. Toch, alleen moeten we meer, wat u zegt, we moeten de mensen daarover gaan educaten. Ja, precies. En de mogelijkheden daar. Maar je ziet ook dat Marina Leda ook zegt, de overheid, dat is niet goed. Dat werkt helemaal niet voor ze. De mensen zijn vrij, ze werken 6 uur per dag, ze kunnen spaars, ze kunnen op reis gaan, ze hebben huis. En dat is wat we allemaal willen. Oké, dat is mooi. En ik begrijp dat u dat mooi vindt. Maar u hebt het over de education weer, hè? Ja. Nou, ik bedoel van, kijk, als je, dan gaan we weer naar, wie bepaalt de education van tegenwoordig. Je hebt een ministerie van onderwijs, toch? Ja. Wat is de incentive van zo'n ministerie van onderwijs om mensen te leren over afhankelijkheid en hunzelf? Ik bedoel, want het is gebaseerd op politiek. En we zien dat de politiek weer gebaseerd is op afhankelijkheid altruïsme. Van de burger. Opoffering, zelfopoffering. Ja. Dus waarom zo, dus als de overheid zit in onderwijs weer, hoe gaan we dan ervoor zorgen, of hoe gaat de PVP ervoor zorgen als de overheid in onderwijs zit? Want naar mijn mening moet gewoon de overheid uit het onderwijs gaan. Maar oké, hoe ga je ervoor zorgen als iemand een incentive heeft om mensen te leren afhankelijk te zijn? Hoe gaan we dat omkeren? Ja, nou, ik zeg van, wij zullen altijd weer terug moeten gaan naar de burger. Te luisteren naar die burger. Want het is eigenlijk, zij hebben eigenlijk, het volk heeft eigenlijk niet alleen maar de grootste macht in handen. Maar je moet altijd teruggaan naar hun om te horen en te luisteren en om te begrijpen wat speelt, wat knelt bij hun. Ja, wat hun behoeften zijn. Zodat er dan daarop ingespeeld kan worden. Het is een samenleving en het woord zegt het al. We moeten het eigenlijk samen doen. Het moet niet zo zijn dat één persoon bepaalt over alle anderen. We moeten gewoon samen dat grote werk doen maar, en dat grote maar, doel kunnen bereiken. Kijk, we moeten 25 mei, we moeten niet. Op 25 mei is de optie dat we toch nog kunnen stemmen op de PVP. Ja. U legt dus uit wat we moeten doen, maar de vraag van MAF was dus, wat is de oplossing? Ja, precies. Dus hoe zit het? Want kijk, dat zijn natuurlijk issues waarbij elke politieke partij al op de hoogte moet zijn, toch? Over praten, dan moet men al, denk ik, ga ik ervan uit hoor, dat men al serieuzer over heeft nagedacht. Want onderwijs is een essentieel deel van de samenleving. Ziekenzorg, we hebben het heel even over die wetten gehad. Eigenlijk, we zijn nog eens dieper op ingegaan. Veiligheid, politie, leger, het zijn allemaal belangrijke. Economie, het zijn allemaal belangrijke zaken die in de maatschappij. Dus we hebben nu over onderwijs. Ja. Dus wat is de oplossing? En even een opmerking hoor. Want wat ik weer merk is dat u zegt van we moeten naar het volk gaan en het volk vragen wat het volk wil en dan moeten we het voor het volk doen. Waar wij hiervoor staan is geef de macht gewoon terug aan het volk toch? Ik bedoel, laat het volk daadwerkelijk zelf bepalen. Ik bedoel, je hebt resortraden, je hebt districtsraden, je hebt DC's, je hebt districten. Waarom beginnen we niet gewoon bijvoorbeeld onderwijs dat daadwerkelijk terug te geven aan de district of de resorten, zodat mensen zelf voor hunzelf kunnen bepalen hoe ze dingen in elkaar willen zetten en niet hoeven te wachten op iemand om ze te gaan vragen wat ze willen en dan hun belangen voor ze te gaan behartigen. Is dat niet veel beter? Ja, dat is dus die decentralisatie, toch?
Nou, die decentralisatie. Nou, ik weet niet, ik weet niet wat, want als ik kijk naar decentralisatie, ik bedoel, je hebt nog steeds, als ze een dependance van een ministerie zetten ergens, dan vinden ze dat dat ook decentralisatie is. Maar dat is geen decentralisatie, het is gewoon een dependance zetten ergens. En het wordt nog steeds centraal bepaald. Ja, maar... Waarover ik het heb is, kijk, resortraden worden alleen gebruikt wanneer de president gekozen moet worden. Dat ba, dat hoor ik ba. Ja, toch? Ik maar, bedoel van... Zie je, daarom heb ik gezegd, toch? Mm-hmm. Dat wij het werk samen... moeten doen. Dus dat wil zeggen, je moet elke dag moet je in contact blijven met de gemeenschap. Maar ik, en respons krijgen, zodat datgene wat werkelijk onder hun leeft, dat ze het kunnen uitvoeren. Want als zij zeggen van dat het zo moet worden zoals je daar uitlegt, dan wordt het gedaan. Ja. Heb je maar als er geen contact met ze is dagelijks en je hoort dat ook niet van ze, dan ga je het niet doen, toch? Want ik denk wat Maf bedoelt, heel concreet, als ik twee concrete voorbeelden mag opnoemen, Vrije Atheneum en de Nassie Brouwerschool. Mm-hmm. Zijn scholen die gewoon op zichzelf staan. Het zijn particuliere scholen, ze kosten wel wat meer, toch? Maar... Nou, ik weet niet als ze meer kosten, want... We zouden eigenlijk in principe moeten uitrekenen hoeveel naar het ministerie van Onderwijs gaat. En dat per persoon, want elke burger betaalt. Ja, klopt. Ja, klopt, dus klopt. Ik weet niet als wat per se duurder is. Klopt. Weten maar we niet. Wat je dus wel krijgt daar op die particuliere scholen, is dat men wel voorzichtiger met de kinderen omgaat. Kinderen worden daar niet zomaar beledigd. Mm-hmm. Er zijn dingen, de leerkrachten hebben heel andere vibe, heel andere energy. Mm-hmm. En wat krijg je? De mensen moeten concurreren. Dus de school heeft de incentive om heel creatief met de kinderen om te gaan, omdat ze steeds kinderen willen trekken natuurlijk. Mm-hmm. Maar als de openbare school is, het wordt maar betaald. U weet zelf, zodra mensen gewoon over het algemeen gewoon maar dingen makkelijk krijgen en ze hoeven niet echt mee te werken, want hoeveel klachten krijgen we niet over scholen. Toch? En even snel een voorbeeld van het Atheneum. Hè? Kijk, als we kijken naar de verschillende scholen, hebben ze, ze knippen kinderen hun haar. Iets dat helemaal niets te maken heeft met intelligentie en een kind hun capaciteiten. Ik zat op het Atheneum en een tijdje in de vijfde klas of de zesde klas, weet ik niet meer, droeg ik mijn trui omgekeerd. Mm-hmm. Iets dat je niet moet uitspoken op een Milo-school een dergelijke school. Ik droeg mijn trui omgekeerd. Geen enkele leerkracht, toch? Heeft me ooit gezegd dat ik mijn trui zogenaamd moet omdraaien. Omdat het gaat niet om hoe je je kleedt daar. Mm-hmm. Toch? Het gaat om, heb je de capaciteiten? Functioneer je? Hou je aan de regels? En een van de regels was niet dat je je trui op een bepaalde manier hoefde te dragen. Waardoor ik mijzelf mijn eigen identiteit creëerde. Dus ik ben zo blij dat ik dat kon meemaken. Terwijl als je naar andere scholen gaat, toch? Dan zeggen ze, ja, je moet je haar knippen, je hebt rasta, is niet netjes, het is dit. Terwijl die dingen helemaal niets met onderwijs te maken hebben. En dit is een illustratie van hoe de vrije markt, dus wanneer mensen voor hunzelf bepalen, op het Atheneum heb je een stichting, ja, maar zij bepalen grotendeels voor hunzelf wat er moet gebeuren, dan zie je dat het doel van de school wordt bereikt. Want ik heb mijn VWO in 6 jaren afgemaakt. En niet omdat ik een trui omgekeerd droeg, dan was ik niet goed of zo. Begrijpt u? Zou dus, je het niet halen. Ja, begrijpt u wat ik zeg? Dus wanneer de overheid in dingen zit, dan krijg je heel onlogische manieren van doelen bereiken. En onze mening is dat mensen gewoon voor zichzelf moeten bepalen en dat beter is. En dus Atheneum is een illustratie daarvan. Mm. En ze hebben ook, ik weet niet van vorig jaar, maar 2 jaren terug hadden ze een slagingspercentage van 100% ook nog. Zo, dat is fantastisch. Ja, meneer Risti. Ja, dus in elk geval is het belangrijk dat wij moeten luisteren. Ja? Zij die voortouw nemen in het bijzonder, die moeten dag en nacht luisteren naar wat het volk zegt. Ja? Wat ze willen, wat hun behoeften zijn. En ga zo maar door. Als je dat niet doet, dan sta je gewoon, dan doe je gewoon eigenlijk wat jij in gedachten hebt. En dan gaat het fout. Ja, klopt helemaal. Kijk,
Oké, meneer Ristie, we zijn jammer genoeg. lieve luisteraars. Toch vast even. We zijn jammer genoeg aan het einde gekomen. We hebben nog wat vragen, maar we denken dat we u dan nog een keertje zullen uitnodigen. Of meneer Bikari, we hebben nog wat vragen. Okay. Maar heeft u nog een laatste groet? Dan gaan we afsluiten. Ja, ik wil het volk oproepen om niet gewoon volgens de oude gewoonte te stemmen, hè? Maar te kijken naar waar is er oprechtheid. Ja, waar is men daadwerkelijk uit op wat goed is voor ons allemaal, voor de medemens. Ja, en wanneer wij dat kunnen zien, dan hebben wij iets goeds om aan vast te houden. Want alleen maar op die manier gaan wij grote hoogten bereiken. En ik doe ook aan de politici, doe ik het beroep van... Laten wij als een grote familie vredevol die 25 mei afsluiten. Ja, in plaats van dat we elkaar bekogelen. Oké, meneer Ristie, hartelijk bedankt. Maar laatste groet heel snel en dan gaan we eruit. Ja, ik zou zeggen, prettige dag, luisteraars. En vrijdag zijn we dus. Oké, lieve luisteraars, dat was het. Roemi Knoppel met de heer Ristie vanaf van PVP en Mafia Molignani. 89.3 FM, Sergam Live. We zijn vrijdag in de studio, als het goed is, met de heer Chin van NPS. Dit was het voor vandaag. Ciao. Mensen, zij het doen. Ben je vrij of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen. Cheers, freedom fight. Onafhankelijk zijn, freedom fight. Zij willen geïnformeerd, freedom fight. Vrij denken, freedom fight. In termen van vrijheid. This is how we do it.